Dit is het nieuws van de week, een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Malou Petter. In dit journaal gaat het over enorme files door wegwerkzaamheden. We vertellen over seksueel misbruik van kinderen via de computer. En we laten zien dat de zomervakantie in het zuiden van ons land voorbij is. Enorme files afgelopen weekend in Nieuwegein. Door wegwerkzaamheden was een stuk snelweg afgesloten en zochten mensen een andere route. Veel mensen namen een omweg door de straten van Nieuwegein en daardoor werd het daar heel erg druk. Hoe lang staat u al vast? Nou, ruim drie kwartier. Het zal wel langer duren nog. Eén grote ergernis natuurlijk, maar ik kan rijden. Succes. Fijne dag hè? De files ontstonden dus toen een stuk snelweg werd afgesloten. Dat gebeurde omdat het asfalt wordt vervangen. De komende vijf weken wordt er ieder weekend aan de weg gewerkt. Het gaat om een gedeelte van de snelweg A2 die ligt in de buurt van Nieuwegein. Veel automobilisten probeerden een kortere route via Nieuwegein te nemen, maar kwamen daar stil te staan. Door de drukte in Nieuwegein stonden sommige mensen daar vijf uur lang stil. Ook mensen die in Nieuwegein werken, kwamen in de file vast te staan. En hoe lang heeft u stilgestaan? Uh, bijna twee uur. En normaal doet u er? De... Uh, nog geen tien minuten. De burgemeester van Nieuwegein is niet blij en vindt dat er iets moet veranderen. Ik ben ook echt wel geschrokken dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Dat mijn stad gisteren zo potdicht heeft gezeten. Ja, daarvan denk ik ook echt: dit moet echt volgend weekend heel en heel anders. Hoe lang stonden mensen hier vast? Drie tot vijf uur. In Nederland zijn veel snelwegen oud en worden daarom opgeknapt. Door heel het land zullen er komende jaren werkzaamheden zijn. Het kan dus dat we vaker files gaan zien. Maar in Nieuwegein willen ze niet dat het nog een keer zo druk wordt. Daarom zijn er de komende weekenden mensen die het verkeer regelen en worden sommige wegen afgesloten. Twee Nederlandse mannen moeten voor de rechter komen. Dat is omdat ze op internet zouden hebben gekeken naar kinderen die seksueel werden misbruikt. Ook zouden ze opdrachten hebben gegeven aan de kinderen. De mannen keken vanuit Nederland live naar jonge kinderen op de Filipijnen. Die moesten daar voor de camera iets seksueels doen. Dit soort misbruik komt steeds vaker voor, zegt een vrouw die er onderzoek naar doet. Helaas zien we het dus steeds meer. We zien steeds meer zaken, steeds meer beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen, waar het misbruik dus op afstand plaatsvindt. Vooral op de Filipijnen is veel misbruik. Dat komt door verschillende dingen. Zo zijn veel mensen daar arm, is er wel overal goed internet en spreken veel mensen Engels. Dat maakt het makkelijker om contact te leggen. De kinderen die voor de camera staan, worden daar meestal door familieleden neergezet. Over het probleem is een film gemaakt. Hier zie je daar een stukje van. In de film is te zien hoe kinderen gedwongen worden om geld te verdienen. De daders zijn vaak vrouwen. Uh, vrouwen die heel dicht bij de kinderen staan, die misbruikt worden. Uh, vaak uit uh, zeer arme gezinnen die het dus ook echt voor het geld doen uh, om op die manier uh, toch eten te kunnen uh, verschaffen aan de kinderen. Uh, en dan hebben we het over nou ja, oudere zussen, nichten, uh, maar soms zelfs ook moeders die dat doen. De kinderen moeten bijvoorbeeld bloot voor de camera staan, maar worden ook gedwongen om seks te hebben terwijl ze gefilmd worden. Mensen van over de hele wereld kunnen live meekijken, maar dan moeten ze er wel voor betalen. Het is lastig voor de politie om die mensen op te sporen, want ze zitten gewoon thuis naar zo'n livestream te kijken. Niemand weet er verder van. Twee Nederlandse mannen konden wel door de politie worden opgepakt. En die moeten nu om de beurt voor de rechter komen. Eén man is al voor de rechter geweest. Dit is de man op een tekening, want hij mag niet worden gefilmd. Zijn stem is wel opgenomen, maar klinkt anders dan normaal, zodat hij niet wordt herkend. Wat er gebeurd is. Uh, nee, dat uh, is niet is goed. goed. Ik laat dat, Ik dat ook gewoon een waarschuwing voor uh, anderen. anderen. De man vertelde aan de rechter dat hij meisjes geld gaf, zodat ze een fiets, een bril en een telefoonabonnement konden kopen. Maar hij stuurde ook naaktfoto's. Voor een meisje van 15 is het toch niet gewoon als ze voordat ze naar school gaat een foto ontvangt van een stijve penis? Uh, nee, dat is ook niet normaal. Dat u zegt, ik wens haar verder een goede dag op school. Nou, dat is. Uh... Op het moment niet echt helemaal goed gegaan. Deze vrouw heeft de zaak onderzocht. Zij wil dat de man vier jaar de gevangenis ingaat en dat hij naar een speciale kliniek gaat waar hij een behandeling krijgt. De rechter gaat nu onderzoeken of er genoeg bewijs is tegen hem. Dus of de man ook echt straf krijgt, is nog afwachten. Voor kinderen in het zuiden van Nederland is de zomervakantie voorbij. En moesten ze dus weer naar school. Op veel scholen maakten ze een feestje van de eerste schooldag. De start van het schooljaar is ook een beetje voor een feestje. Want voor sommigen van jullie is dit je allereerste schooldag. Zoals op deze school. Daar opende iemand van de regering het schooljaar samen met twee kinderen. schooljaar geopend. Hier in het zuiden van het land kregen ze zes weken geleden als eerste zomervakantie en zijn ze nu dus weer begonnen. Volgende week beginnen de scholen in het midden van het land weer en over twee weken moeten ook de kinderen in het noorden weer naar school. Door dit verschil in vakanties wil de overheid voorkomen dat er te veel mensen tegelijk naar hun vakantieadres rijden. Zo zijn er minder files en stromen vakantieparken en campings niet tegelijk vol. De scholen in het zuiden zijn er klaar voor om aan het nieuwe jaar te beginnen. De directeur van een basisschool heeft er zin in. Ja, fijn. Een lange vakantie is fijn, maar het is ook echt heel fijn om na zoveel weken weer lekker de kinderen te zien. En te zien dat iedereen er is en uh, iedereen gezond is en iedereen er weer zin in heeft. En ook deze leerkracht vindt het leuk om weer te beginnen. Heel leuk, heel fijn om de kinderen weer te zien. En uh, ja, ik heb gewoon superveel zin om te beginnen. Dus uh, laat maar komen. De medewerkers van de basisschool zijn dus blij, maar dat geldt niet voor alle leerlingen. Ik heb gewoon geen zin in weer huiswerk en weer uh, vroeg opstaan. Heb jij er zin in? Um, ja hoor. Omdat dan kan ik mijn vrienden en vriendinnen weer zien. In dit journaal ging het over de vele files die er staan door wegwerkzaamheden. Verder vertelden we over twee Nederlandse mannen die op internet live keken hoe kinderen werden misbruikt. En we lieten zien dat kinderen in het zuiden van Nederland weer naar school gaan. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in Makkelijke Taal. Tot dan!